In wezen was het gewoon zo dat in die tijd discotheken bol stonden van de zeer exclusieve platen die men overal uit het lugubere Australië of weet ik veel waar moest gaan betrekken. En die kostte toen in Belgische frank dan nog 20.000 Belgische frank, nu omgerekend 500 euro, zowat. En wij gingen dan ook uit in discotheken, onder andere in discotheek Confetti's, waar de manager van de discotheek dan op een gegeven moment vroeg van: zeg, ik ben dat beu om zoveel geld te moeten betalen voor mijn discjockeys die hele dure platen in huis willen halen. Jullie hebben heel veel synthesizers, kunnen jullie voor mij zo gewoon eens niet iets maken op cassette dat wij dat dan hier kunnen spelen? En zo is er dan eerst This is the Sound of Confetti's op cassette gekomen. En dat heeft eerst een zestal maanden gewoon daar in de discotheek gespeeld op cassette. Dat is vandaar een beetje overgewaaid naar discotheken zoals Boccaccio en High Street en Prestige, waar men dan onder druk gevraagd heeft van: kan je die confetti's er niet aflaten, want dat is een concurrerende discotheek. En zo is het afgekort naar The Sound of Sea. Blijkt dan dat er achteraf zoveel mensen in de platenwinkels gaan vragen zijn naar dat nummer. En een van die platenwinkels was dan onder andere USA Import, en die tegelijk ook een platenlabel was. En die is dan zelf op zoek gegaan naar wie heeft dat hier eigenlijk gemaakt en mag ik dat uitbrengen. Dan is die vraag gesteld, hebben we gezegd van ja, natuurlijk, dan mag je dat uitbrengen. Ja, want dan hebben we nog wel een platenhoes nodig. Well, pakt hier een foto van in de discotheek en weet je wat, die garçon hier van de discotheek, dat is een rare snuiter, zet die maar op de voorpagina. En dat bleek dan Lange Peter te zijn. En zo is heel de boel aan het rollen gegaan.